Hallo iedereen en welkom terug bij een andere episode van de Kerbal Space Program. De eerste episode in original quality is ik kan mijn flight UI size op small set. Dan kunnen jullie het nog steeds zien. Dus vandaag gaan we een manned Eve rover naar Eve sturen. Oké. Kan niet meer praten vandaag. In ieder geval, Eve rover. De rover die we hebben geland was geëxplodeerd voor een van de random reden. Dus ik heb er gewoon nog eentje naartoe gestuurd. En die is... Het was gewoon dezelfde launcher. Is alleen op een iets andere plek. En ik probeer mijn stoel goed te zetten. Zo. Je kan zien, hij is gewoon hetzelfde eigenlijk. Maar... En dan time warp ik even. Oké. Hier is hij. Gewoon dezelfde. Het is hier... even kijken... 5 barrow, 16 gravity, 150 graden en 1,7 g acceleration. En mensen die vroegen mij op welke planeet Eve op het echt het meest lijkt. En dat is Venus, omdat hij een hele dikke atmosfeer heeft die warmte vasthoudt, is die hier ook 150 graden. Dus je kan zien, we zijn hier bij water. Dit ding is natuurlijk waterproof. Het is iets van water waarschijnlijk van kak gemaakt. Maar nu, de manned rover. Eve manned rover. Nee, deze. Volgens mij mijn schip met de meeste parts. 186 parts. Booyah! Reusachtig. En iets waar ik mee aan het experimenteren was... Was... Objects, structural, die er niet zomaar afvallen. Anders zou het echt super cool zijn om... Gewoon dit zo te hebben bijvoorbeeld. En dan... Bijvoorbeeld, en dan dit, de zijkant ook nog goed dicht. En dat er dan afvalt. Maar jammer genoeg kreeg ik dat niet werkend. Dus dat werd hem niet in ieder geval. Het is dit reusachtige ding. En de rover ziet er ongeveer precies zo uit. Zo, die kan zo rondrijden. Boom. En dit is de lifter. Super epic. Dus we gaan deze gewoon launchen. En we gaan gewoon straight to Eve. Eve, here we freaking goddammit come. Dus. Sources, map. Waar is Eve? Eve is al op de goede plek, zoals je kan zien. We vliegen zo en dan meeten we hem daar ergens. Oké, Eve. Boom. Computer controls. Throttle. Ik weet niet, 75% ongeveer. 3, 2, 1. Lift off. Throttle 100%. Oké, en nu kan hij weer minder. Oké. Dus, ik heb hier een speciale methode. Je kan zien deze buitenste boosters. Deze. En deze twee. Je kan zien, de fuel van deze gaat niet op. Omdat alle fuel van deze wordt gebruikt voor deze twee engines. Totdat deze eraf valt. En dan heeft deze nog vol fuel. Wat veel efficiënter is. En cooler en beter. En ik heb ook RCS op dit ding. Hij is met alles equipped wat je possibly zou willen hebben op een schip. Dus je kan zien, we hebben een beetje rotatie. We staan schuin. Oh, en we gaan freaking snel. En dan vallen de boosters er ieder moment af. Bijna. Zo, de solid fuel boosters zijn er af. Ik begin met een mini gravity turn. Zo. Nothing spectacular. Deze zijn op, deze vallen eraf. En wat je nu ziet, deze hebben nog vol fuel. En throttle moet iets hoger met deze. Oké, en ik wil nu kijken of ik deze terug kan draaien. Oké, nu moeten we zo'n beetje een hele spin doen. Om weer terug op schedule te komen. Kom op, draai. Hiervoor gebruik ik veel RCS en dat is niet fijn. Ik gebruik deze keer ook SAS modules. Je hebt advanced SAS modules. Die sturen andere bijvoorbeeld vleugels aan om mee te sturen. Maar SAS modules die zorgen ook echt, zeg maar, flaps. Die hebben natuurlijk in de ruimte geen zin. Want daar is geen lucht om freaking wrijving tegen te hebben. Maar SAS modules, die hebben ronddraaiende dingen erin. En die helpen met draaien.
En ik denk dat ik de rotatie niet kan stoppen. Maar even kijken. Oeh, dit wordt mooi. Natuurlijk, de eerste stap, zoals altijd, is in orbit komen. En deze keer dus ook. Het is een snelle raket. Een supersonic. Dit ziet er heel goed uit tot nu toe. En ik heb 4 RCS-ports op dit ding. En dat is hier niet genoeg om dit schip goed te draaien zoals ik wil. Oh. We vliegen heel snel weg van de Kerbal Space Center. Ah, we komen mooi in een prachtige orbit. Nee, draai. Shit, dit schip wil maar blijven draaien. Nou, oké, dan maar geen RCS, want ik ben het aan het verspillen. Iets meer throttle. Oh, dat helpt onze rotatie te stoppen. Of nee, we roteren gewoon de andere kant op. Oké. Komen we met deze stage in orbit? Ik denk het niet. Komen we bijna in orbit met deze stage? Ja, eigenlijk wel. En ik heb iets speciaals. Je ziet deze hele kleine engines hier. Deze, Separatron. Die zorgen dat deze grote engines, dat die wegvliegen als het goed is. Boom. En nu kan ik veilig deze aanzetten zonder dat we botsen. How do you like it? Super handig, want vorige keer explodeerde mijn hele schip. Daardoor. Door dat probleem. Oh. Time warpen. Ah, alles trilt. Meh. Bibber. En we zijn bijna in de ruimte. Ik probeer gewoon in zo'n laag mogelijk orbit te komen. Ja, het is eigenlijk alleen maar een waste of fuel om in een hoge te komen. Onnodig. Niet nodig. Oké, beginnen met branden. We hoeven niet full throttle, omdat we zijn nu nog een relatief licht schip. En deze engine heeft superveel thrust. Niet full throttle. Bijna full throttle. Deze geeft... Even kijken. 1290 thrust. In kilonewton. Helemaal scientific en shit. Oké. Oh, wel full throttle. Want we gaan dan weer... steeds lager. Op orbit. Create yourself. Create. Ah! Orbit, kom op. Ah. Hoe ga ik dit ook weer doen? Hoe werkt dit? Ik wil zo. Nee, Lode. Dit is een videolog van Alianza in Space. Dit is dag 6. Hij is al 6 dagen in Space. De manoeuvre is kleiner, bijna klaar. Dag 6, 15 uur, 52 minuten en 5 seconden. Kan je linksboven in het scherm zien. En hebben we onze encounter? Yes, we do. Yes, we have. Oké. Vliegen. Time warpen totdat we hier zijn. De helft ongeveer. Wat ik dan wil doen is afremmen totdat we gaan aerobreken. En dat wil ik dus op 72. Oh. 200. Nog wat. 73. Dat is goed. Oké, dus ik moet 4 minuten branden. Over 33 minuten dus. 2 seconden voor de manoeuvre nood, 2 seconden daarna. As always. Een beetje draaien. Nou, ah, kijk, hier is de manoeuvre node. Ja, perfect. Oh, ik ben te laat. Full throttle, snel!
Fuel is niet een concern. Helemaal niet. Elektriciteit ook niet. Wat we kunnen doen als we willen is wat solar panels uitklappen. Oh, solar panels staan allebei anders. Maar we hebben volle electric charge, dus het is niet echt iets wat nodig is. Oké, wat we nu dus aan het doen zijn is afremmen. Want met deze snelheid zouden we eigenlijk weer uit de baan van Eve vliegen en weer in orbit rond de zon. Wat ik nu doe is dus afremmen totdat Eve ons begint aan te trekken. En die manoeuvre duurt niet zo heel lang, nog 3 minuten. Deze fuel tanks zijn nog niet eens op. Dan hebben we deze nog. Kijk, hier zit 360 fuel in. En daar hebben we nu, je kan hier zien, zoveel van gebruikt. En hier hebben we nog 720 plus 180. Dus heb je een beetje een idee van hoeveel we nog hebben. En dat is dan keer 2. Dus we hebben hier nog 720 en dan 4 keer 180. En we hebben ook nog 4 keer 110. Ah, veel fuel. Als deze nou meer thrust hadden. Alhoewel, nu is het wel balanced. Wat wel zo is, is we vervuilen de ruimte nu. Omdat we met freaking atomische engines gewoon zitten te branden. Allemaal vieze nuclear radiatie laten we achter en shit. Dus ja. Maar ja, dat kan ons niet schelen. Ik bedoel, there's plenty of space. Now in space. Dus space kan het wel verwerken. Ik denk niet dat we uiteindelijk, net zoals we de aarde vervuilen, ook heel space gaan vervuilen. Dat denk ik niet. In ieder geval niet anytime soon. Oké. Ik vind dat we een redelijk clean schip hebben. Ik bedoel, dit is gewoon 1,5 fuel. Dit is landing. Ja, landing capsule. Nee, niet capsule. Stage. Landing stage. Oké, de manoeuvre is bijna klaar. Je kan zien dat dit begint te buigen totdat het in een orbit komt. En dan maak ik mijn orbit nog lager totdat we beginnen te aerobraken. Simpel als shit. We gaan nu nog maar 220 meter per seconde, dat is echt super weinig voor een ruimteschip. En daardoor worden we dus naar de planeet getrokken. Oké, manoeuvre is bijna klaar. Klein beetje. Je kan zien, ik ben heel ver en ik brand maar een heel klein beetje. Maar hoe verder je bent, hoe meer effect alles wat je doet heeft. Dus ik denk dat ik op zo 67 is goed. Quick save. Oké, Eve. Je ziet Eve net onder ons. We gaan er naartoe vliegen. Kijk. Oh, we vliegen er alweer weg. We hebben niet ge-aerobraked. Als je aan timewarpen bent, dan berekent het spel geen physics. En dan ga je ook niet aerobraken. Dus. Dan zien we gaan steeds sneller. We gaan steeds sneller. Omdat we dus worden aangetrokken door de planeet. En we zitten in de atmosfeer. En we trillen. De atmosfeer draait ons rond hoe die wil. En je kan zien, we beginnen. Dit moet niet te laag worden. Oh, wordt dit de perfecte aerobrake? Oh, kijk. Heel mooi.
Door die aerobrake hebben we nu onze orbit heel erg verlaagd. We zien nu vliegen we weer uit de atmosfeer. Op turbosnelheid. Oké. Kijken, wat ik wil doen is veel steeper aankomen. Veel schuiner, zodat we de atmosfeer eerder raken. Zoiets is goed. Wat doen is deze kant op branden. Zo, en doordat ik deze kant op brand, zorg ik dat ik eerder in de atmosfeer kom. Oké, dit is goed. Dus, wat we nu gaan doen is time warpen. Totdat we de atmosfeer raken. Right now. Oké, dit kan uit. Dus, ik zet deze als target. Als dat mag. Pretty, pretty, please. Oeh. Target, target. Oh nee, oké, ik mag geen target zetten, is verboden. Oké. Atmospheric effect. En even kijken. Hier is ons target. Hopelijk vliegen we er niet te snel langs. Aerobraking. We vliegen nu zo'n beetje boven ons target. Hier zo. Lijkt alsof hij in het water zit. Alleen door de aerobraking, wat tot nu toe heel goed gaat, komen we heel snel tot zo'n beetje een stop. En buigt dit af naar ons target, wat er heel goed uitziet tot nu toe. Oké, ik moet een beetje gaan afremmen, maar de atmosfeer is dik. Dus het is moeilijk om te draaien. Kom op, draai. Pretty, pretty, please. Niet doen. Oké, nou, we vliegen precies naar ons target. Ik kan er voor een gedeelte nog heen branden. Wat chill is. Zo kan ik het een klein beetje omdraaien. Kijk. Kijk, dit verandert dan langzaam. Zodat ik naar het target toe ga. Dit is natuurlijk nooit hoe ze in het echt zouden doen. Ik zit nu in de hele dikke atmosfeer, dus het is heel moeilijk om goed bij te sturen. Oké, we gebruiken nu 10 per seconde. Oké, wat ik nu doe is... detach. Zo, en verder branden. Zo, deze stage heeft heel weinig fuel. Nou, relatief weinig, maar dat betekent niet dat hij niks kan. Hup. Maar nu moet ik even naar surface. Oké. Ik brand gewoon nog een klein stukje die kant op. Voor de rest is het niet vreselijk als we ongeveer 8 kilometer erheen moeten varen. Rijden. Oké. 7 kilometer. Ik brand nu niet om zodat ik sneller naar beneden ga. Maar om nog een klein beetje naar... ons target toe te vliegen. Voor de rest helpt de atmosfeer ons goed met landen. Oké, dus nog ongeveer 2 kilometer voordat we op de grond zijn.
Oké, we zien de stenen al. Ik detach deze stage. Heel mooi. Oh. Bump. Fence SAS en stack decoupler. Oké, dat maakt niet uit. Niks van de rover is dat. Dus. Dat was een beetje een bounce. Er is niks ergs. Ik ben nu gewoon aan het timewarpen. Tot nu toe zijn we eigenlijk al veilig. Eigenlijk zijn we al veilig geland, ja. Dus. We gaan 8,2 meter per seconde met de slappe parachute nog. Dus. Super pro. Oké, tijd voor alle andere parachuten. Boom. 2,9. Dat is zo'n beetje stilstaan. En daarvoor kwam dat voorste wieltje. Pop. Boom. Achterste wiel is kapot. Geen probleem. Daarvoor heb ik een manned rover. Die kan hierheen lopen. Repair wheel. Oh, ik heb geen trappetje erop. Oh, ik heb geen trappetje erop. Hoe ga ik dit doen? Mijn poppetje zit vast. Ben je serieus? Mijn poppetje zit vast. Hij zit helemaal vast. Mijn poppetje zit voor 100% vast. Oh, nee, nee, nee. Ah, kijk. Los. Nee. Het is super raar. Waar is deze boy mee bezig? Bob! Recht. Space Center. Harold German. Ja, oké, hij staat op. Jump, grab. Ah, hij had het heel even. Misschien had ik een trappetje op deze rover moeten zetten. Ja, misschien. Oké, hoe ga ik dit doen? Via het wiel. Oh! Oh, deze poppetjes zijn zo lomp. Hoe moet ik dit doen? Vlieg. Kijk, het kan gewoon. Poort. En wie heeft een freaking manned rover op freaking Doona geland? Eve. Dit ding heet Eve. Oké, quick save. En nu ga ik gewoon naar die rover rijden. Oh, dit ding is ook nog eens snel. Oh, laatste stage. Boom, dit ding valt eraf. Oh, freaking bitch. Stack decoupler crashed. Parachute crashed. Niks van de rover. Dus de rover is gewoon veilig. Hij heeft generators. Hij is self-sustainer. Hij is freaking snel. 20 meter per seconde. Hoe snel remt hij? Ah, super turbo. I like it. Ik had ook met deze rover ongeveer... Met de vorige rover had ik ook ongeveer... deze reis afgelegd. Ik moest ook... Oh, en ik kan ook gewoon time warpen. Ik moest ook naar de kust rijden. Maar die ging maar iets van 5 meter per seconde. Deze rijdt gewoon super snel doorheen. Oeh, bouncy bounce. Oh! Oké, we zijn super close. Ah, ah. Elk moment. Ieder moment, mensen. Deze rover die je nu gaat zien hebben we vorige episode geland. Dus je kan, als je geïnteresseerd bent hoe deze hier is gekomen, kan je natuurlijk de vorige episode kijken. En brakes. En dit is het begin van onze Eve basis, denk ik. EVA. Hij valt er gewoon uit. Kijk, zo groot is de rover. Hij kan alles inspecteren en shit. Niet dat het nodig is. Hij gaat weer snel terug. Want het is hier 150 graden. En dat is niet zo heel erg comfortabel. Boom. Oké, dus dat was het voor deze episode van Kerbal Space Program. Hopelijk vond je het leuk. Als je het leuk vond, laat vooral een like en een comment achter.
En als je mail ziet natuurlijk, subscribe. En dan zie ik jullie de volgende keer. Doei!